ga ik het verkopen. De overwaarde is wel heel interessant op dit huis. We hebben echt waanzinnige plannen voor het hele huis, maar dus ook voor de benedenverdieping. Die gaan we helemaal aanpakken. Winactie. Rebecca is van de winactie. Ja, nu is het wel een beetje dat inloopvibe. Ja, dit vind ik wel lekker. Ik hou hier ook wel van. En ik zit steeds in het heerlijke kantoor. Deze tas vindt best echt uit. Wat is mijn haar mooi. Wauw. Dit is gewoon alsof je in 2050 leeft. Het is gewoon alweer 2 weken geleden dat ik dat echt heb gedaan, eigenlijk. Doei. Hey, sexy. Ga je samen met Lotte eten? Waar? Ben je jaloers, mama Mia? Nou, hoe oud ben je dan? Dat rijden. Oh my god, goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik dacht helemaal van, oké, om 7 uur is niemand die me heeft geappt dat er iemand ziek is. Dus vandaag kan ik helemaal aan de slag gaan met de planning voor what to do. Welke kinderen ik ga helpen als er niemand ziek is. Krijg ik nu een berichtje, er zijn 2 collega's ziek. Ik wist gewoon, het gaat nu al beginnen. Elke week gaan er mensen ziek zijn. Waarschijnlijk ga ik voor groep 8. Dat vind ik dus heel leuk, maar ook heel spannend. Ik heb nooit groep 8 gehad. En die lesstof zit niet meer in mijn hoofd. Dus ik ga ook 2 kinderen uit groep 8 begeleiden. Maar die kinderen zitten dan op niveau, zeg maar, 1 of 2 groepen lager. Maar in groep 8 zitten natuurlijk ook echt bijzonder slimme kinderen. Die gewoon rekenen op een manier waarvan ik niet meer weet hoe het moet. Maar goed, wel heel leuk om dat weer een beetje op te halen. En ja, je bent toch inval. Maar spannend, maar wel leuk. Want ik heb best wel weer kort geslapen, best wel moe. En als je dan gewoon voor een groep staat en een duidelijk programma hebt, is het eigenlijk wat chiller dan dat je nog een beetje zo'n aanrommeldagje hebt. Dus ik ga even al mijn eten nu goed voorbereiden. Want ik dacht, nou ja, dat zie ik dan allemaal wel. Want ik loop toch rond. Maar nu sta ik echt op de wacht. Dus even goed eten preparen en opschieten. Want ik was niet heel vroeg. Ik blijf heel lang in bed liggen en muziek op TikTok luisteren. Zo, het is al 7:30. Ik kom net uit de douche. Dus tempo. Oh, wow, mijn haar is bruin. Het wordt toch groep 3. Op de andere locatie waar ik dus vorige week ook stond. Maar dan de groep 3 erboven. Maar daar is het dus heel heet. Het is een bijgebouw. Vorige keer had ik dit ook aan. Ook op maandag. En dit was zo heet. Maar ik red het gewoon niet om iets anders aan te doen. Dus ik heb wel een wit blouseje in mijn tas. Maar die is eigenlijk helemaal totaal gekreukt. Maar het is vandaag minder heet. Dus op de andere locatie. Van een nieuwe collega die ik niet zo goed ken. Die is te ziek. Maar ja, groep 3 heb ik natuurlijk wel meer ervaring mee. Maar ik had wel eigenlijk zin in gewacht. Maar dit is ook goed. En het is verder fietsen, dus ik moet echt heel erg gaan opschieten. Dus ik doe echt 2 minuten make-up en dan ga ik er vandoor. Het is 3:10 alweer. Wow, kort voor de gingen ze naar huis. Ik ga nu pas naar boven. Ik was met een moeder aan het kletsen. Wat een leuke dag. Het gaat snel als je voor de groep staat vergeleken met als je niet voor de groep staat. En we hebben hard gewerkt. We hebben echt 2 lessen voor veilig leren lezen in een nieuw boekje. De eerste kern en 5 bladzijden en rekenen keihard gewerkt in schrijven. En nog lettertekeningen. En wow. Het was echt een hele goede dag, zeg. Beter kan een invaldag niet gaan, letterlijk. Zo'n fijne klas, zo lief en zo kneedbaar. Ze hebben echt zoveel geleerd. Geweldig, heel goed gevoel. Nu even nakijken en zo. En een beetje opruimen, want het is nog wel een beetje een zooitje. Wow, 6:30 geweest. Bizarre dag. Gelukkig voelde ik me echt energiek de hele dag, want ik heb geen pauze gehad. Nou ja, de onderwijsassistent zei toen we buiten gingen spelen, gaan we heel even koffietje halen. Dan ben ik 10 minuten even gaan lopen, koffietje gehaald. Want het zit in het centrum, dus dat is wel leuk. Maar dat, ja, pauze. Maar na schooltijd geen pauze. Verder geen pauze, gewoon 8 tot 5:30. Bizar, want ik zat natuurlijk helemaal in mijn element. Het was zo leuk in groep 3. We hebben zo hard gewerkt. Ja, ik hoef niet om te vertellen, maar echt bizar. Echt zo ontzettend leuk. Hele leuke groep. Maar ik was daarna met een moeder aan het kletsen over een jongen in de klas. En het was zo ontzettend leuk gesprek. En ze gingen 3:15 zeg maar al naar huis. En toen kom ik boven, is het 3:10. Krijg ik een melding in mijn agenda. 3:15 gesprek met IB en directeur en een ouder over een leerling die ik ga begeleiden. Nee! Dus was ik daar iets te laat. Het was in principe niet erg, maar dat gesprek duurde ook super lang. Ook volle focus. Toen nog even met de directeur gesproken en toen was het gewoon 5:30 dat je denkt, wat een dag heb ik erop zitten. Gelukkig heb ik gisteren dus die pasta gemealprept. Ik ga nu lekker wat chill kleren aandoen. Even in het zonnetje trouwens eerst zitten. En helemaal niks meer doen. Ik heb mijn laptop ook op school gelaten, ik ga niet meer editen of wat dan ook. Wat een dag, ik ga echt zo lekker instorten, maar zo erg goed gevoel. Wel heel leuk ook dat invallen als je dan inderdaad de kids goed luisteren. Ik heb ze echt zoveel geleerd in 1 dag, dat is niet normaal. Heel leuk.
Topdag. Goedemorgen, ik moet heel snel naar mijn werk gaan. Ik heb lekker de oorbellen en zo in die ik heb gekregen van een meisje. Die het aan mij had gegeven. En ik moet nu gaan, dus ik ga nu en... Ik lag lekker om 10 uur in bed. En ik sliep... Ik heb in ieder geval langer dan 8 uur geslapen. Heerlijk, maar dan ben je vaak moe, hoor. Maar wel goed, dat ga ik vanavond weer doen. En eerste dag echt werken met de leerlingen, dus zin in. Ik heb eindelijk mijn rooster af, halleluja. Oh, dat is echt... Het voelt ook echt als tijdverspilling. Dat je denkt, ben ik hier bezig met roosters maken? En sommigen zijn er misschien veel sneller in, maar... Je moet dus, op de dinsdag hebben de kinderen dus 2 keer buiten spelen. En gym. En dan spelen sommigen ook nog samen buiten. Dan moet ik ook, heb ik ook kinderen die overlappend met elkaar samen begeleiding van mij krijgen. En dan heeft de een dan buiten spelen en de ander dan. En dan de ander weer gym. Het was zo gepuzzeld. Toen had ik eindelijk de dinsdag al. Dat was het moeilijkste. En toen moest ik de woensdag nog. En daar hoefde ik alleen maar rekening te houden met een korte dag. En buiten spelen. Maar ik kreeg een error. Dus mijn moeder had gym. Dus ik liep naar haar klas. Ik zeg, kan je alsjeblieft helpen? Want zij is er heel goed in. Dus zij de puzzel in elkaar gekregen, maar ook echt na heel veel... Oh, lukt niet. Dus nu heb ik eindelijk mijn rooster af. Heb ik alle leerkrachten een berichtje gestuurd met zo en zo. Later kom ik je de leerling halen voor begeleiding. En sommige haal ik 2 keer uit de klas. Eerst voor sociaal, dan voor rekenen bijvoorbeeld. Maar het is af. En als het goed is, klopt het. Dus ik heb hem hier hangen. Heel fijn. De laatste kennismakinggesprekken ben ik vandaag aan het doen. En morgen begint het dan nu echt. De echte begeleiding. Ik heb wel met iemand bijvoorbeeld gewerkt aan sociaal-emotioneel. Heel leuk, dus dat is deze. En ik heb echt totaal verschillende kinderen die allemaal begeleiding nodig hebben voor totaal verschillende gebieden. Dus mega uitdagend. Heel leuk. Ook wel echt pittig. Ik merkte gisteren toen ik de groep draaide, dat is natuurlijk voor mij gewoon eigenlijk piece of cake. Ik dacht, wow, dat is dat eigenlijk relaxed als je alleen invalt. En dus niet alles wat erbij komt kijken, maar gewoon een dag draaien. Dit is natuurlijk wel continu wat anders. Andere leerlingen, handelingsplannen, doelen bijhouden, evalueren, verschillende dingen aanbieden. Echt pittig, maar heel leuk. Dus ja, niet alle handelingsplannen zijn trouwens nog af. Dus daar moet ik ook echt als een gek mee aan de slag. Want we hebben eigenlijk steeds best wel volle middagprogramma's. De gedachte was eigenlijk van, oké, woensdag heb je een halve dag en dan kan je in de middag heel hard werken aan al je administratie. Maar we hebben dus elke woensdag vanaf nu ook weer dingen met het team. Waar dus ook de OOP'ers, dus de mensen die niet voor de klas staan, ook bij moeten zijn. Dus pittig, maar heel leuk. Echt heel leuk. En ik moet ook even zorgen dat ik pauze hou, want dat is gelukt tot nu toe nog niet zo goed. En ik vind het heel erg leuk. Dus dat was weer even een werkupdate voor jullie. En ik zit steeds in dit heerlijke kantoor. Wat ik wel echt heel chill vind. Omdat hier ook een lekker daglicht is en zo. Hey jongens, ik heb weer een superleuke samenwerking met Jimmy Gums. Ik had jullie al verteld dat ik nu 3 maanden achter elkaar met Jimmy Gums samenwerk. Wat ik echt geweldig vind. Want ik zo'n fan ben van hun producten. En ik mag dus steeds ook nieuwe potjes uitzoeken. En deze keer, mijn collectie is trouwens echt huge inmiddels. Maar deze keer heb ik dus een nieuwe erbij. En ik ben gewoon heel blij elke keer als ik een nieuw product erbij mag gaan gebruiken. Want ik kreeg gewoon een comment laatst van, oh, zoveel slikken, promoten is niet goed, bla bla. Maar je moet natuurlijk heel goed voor jezelf uitzoeken wat jij nodig hebt, wat jij nodig denkt te hebben en wat jij wil slikken. En ik wil jullie alleen maar vertellen dat het dus zo fijn is dat je dankzij Yummy Gums geen supplementen hoeft te slikken. Wat niet leuk is, wat sommigen heel erg vies vinden en waar heel veel mensen moeite mee hebben. Maar dat je het dus in een gummy vorm kunt nemen. Dus slik jij al supplementen, is het heel chill om over te gaan stappen naar een gummy vorm. Het was maar één iemand die het zei, maar ik wil toch even zeggen, ik wil jou niet hiermee overhalen om aan de supplementen te gaan per se. Ik vind het heel fijn dat ik supplementen slik, want ik merk heel erg, nou ja, slik, eet. Ik merk gewoon heel erg dat ik daar heel erg goed op ga. Maar ik vind het dus vooral zo fijn dat ik dit dus in gummy vorm kan doen. Want ik had mijn visolie nog niet in gummy vorm. En nu dus wel, waar staat die? Yes, en ook nog vegan, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb dus een nieuw potje en dat is de Vegan Omega 3. En visolie is gewoon heel belangrijk voor je brein. En voor mij als ADHD'er ook heel belangrijk. Dus ik slik eigenlijk al heel erg lang visolie. En nu heb ik dus, ik heb hem nog niet genomen, een kauwbare vorm. Een toetjesvorm, een snoepjesvorm. Hoppa, zo chill. Lekker een fruitige citrussmaak zie ik. En dus geen vissmaak en vegan. Het wordt uit algen gehaald. Echt top. 2 tot 4 gummies per dag. Ik neem van de visolie altijd 2 supplementen. Dus hiervan zou ik denk ik ook 2 gummies gaan nemen. Het hoeft dus ook niet met water. Het is trouwens echt
raar weer. Het regent en de zon schijnt. Dus waarschijnlijk komt er regenboog. Het hoeft niet met water, niet tijdens het eten. Je kunt het nemen wanneer je wil. Wow, deze zijn echt groot. Ik zal ze even gewoon nu gaan proeven met jullie. Want ik heb nog helemaal geen oranje-gelige gummies met citrus smaak. Dus dat lijkt me wel heel lekker voor de variatie ook. Tadaa. Nou, echt een citroensnoepje. Nice. Een beetje van die keeltabletjes met citroensmaak, weet je wel. Maar dan een beetje romig. Een beetje boterbabbelaar vibe. Heel lekker eigenlijk. Nou ja, ik vind ze echt allemaal heel lekker. Ik vind het lekker dat ze ook allemaal een ander smaakje hebben. Oké, dus deze is nieuw. Hoe kan het zo romig naar een soort boterbabbelaars maken? Heel nice. Welke ik dus vorige keer nieuw had, was de magnesium. Deze neem ik dus ook elke dag. Je doet trouwens echt bizar lang met zo'n potje, want er zitten dus 60 gummies in. En je hoeft er maar één per dag, dus hier doe je 2 maanden mee. Dit vind ik ook heel fijn. Dit neem ik om goed te kunnen slapen. Ook voor concentratie, voor spierherstel, met het sporten. Magnesium slik ik ook al jaren. En heb ik dus vervangen voor kauwbare varianten van Yummy Gums. Dus dat nam ik al. En wat ik bijvoorbeeld niet al nam, waren sleeping supplementen of zo. Want ik kan daar helemaal niet tegen. Ik word altijd helemaal gek als ik aan de slaapachtige pillen ga. Maar had ik al verteld, de sleeping gummies vind ik dus echt perfect. Deze neem ik heel af en toe als ik gewoon niet kan slapen. Soms als ik weet, ik moet vroeger naar bed, ik ga niet kunnen slapen, neem ik het. Soms als ik echt wakker lig, neem ik het. En dit is dus met melatonine en plantextracten. Maar ik weet niet wat ze doen, maar de dosis is gewoon top, waardoor ik er dus heel goed tegen kan. Want een melatonine pilletje trek ik echt niet. Dus deze, een enorme tip als je dus op zoek bent naar iets om beter te kunnen slapen. Ik heb dus nog de Balance. Die is geweldig rondom je menstruatie. En welke ik dus elke dag neem zijn de Hair en de Collagen. En de Collagen neem ik inmiddels al best wel lang. Ook elke dag 2 gummies. Ik neem het dus als toetje omdat ik het lekker vind. Met multifruitsmaak. Perfect. Collageen 30+. Heel hard nodig. En deze vind ik ook heel erg fijn. Mijn haar groeit van zichzelf gewoon goed. Ik heb nooit problemen met mijn haar. Het is gezond. Het is vol, maar ik vind het toch wel heel fijn om ook daar supplement voorbij te slikken. Om het nog mooier, glanzender, sterker, beter te maken. En ook voor mijn nagels, want er zit bijvoorbeeld ook selenium in. Voor glanzend haar, bamboe, biotine. Er zit van alles in, maar er zit ook foliumzuur in. En vitamine B3, B6. Dus het is niet alleen maar voor je haar. Het doet gewoon, natuurlijk, je noemt het haar, maar het voedt natuurlijk veel meer in je lichaam. En dat is zo fijn. Hetzelfde geldt voor collageen. Er zit ook vitamine C in, wat het weer versterkt. Dus ik heb echt een helemaal healthy package bij elkaar. En het is gewoon heel erg leuk om het te nemen. En heel erg lekker om het te nemen. En daarom ben ik zo fan van Yummy Gums. Laat me echt even weten als je het ook geprobeerd hebt. Ik weet dat veel van jullie ook wel over zijn gestapt. En heel blij zijn dat ze nu een kauwbare vorm hebben. En vergeet zeker niet mijn kortingscode Charlotte20 te gebruiken als je gaat bestellen. Want dat scheelt je 20% korting. En ik ben fan en ik ben heel erg blij hiermee. Dus ik hoop jullie ook. En dan wilde ik jullie ook nog eventjes een huis personal update geven. En verder wilde ik jullie nog even vertellen dat Ha en ik willen dus weer gaan samenwonen. Ik woon hier natuurlijk pas sinds eind april volgens mij. Toen kwam Ro hier logeren op mijn verjaardag. Toen was mijn huisje zo goed als af. Toen woon ik er wel al eventjes. Maar ik kreeg mijn sleutel natuurlijk poesie. Iets eerder. Het hangt er aan jouw staart. Ik kreeg mijn sleutel toen natuurlijk ietsjes eerder. Dus, maar ik woon hier een half jaar of zo. Het is echt super kort. Maar goed, dit half jaar heeft me echt zo goed gedaan. En zoveel inzicht gegeven. En haar ook. En wij zijn echt gelukkiger dan ooit. En het samenwonen vonden wij heel prettig. Dus we willen wel weer samenwonen. Het is heel erg een afweging. Want ik werk natuurlijk 3 dagen in de week in Weesp. Dus het is heel erg van, oké, blijf ik 3 dagen hier wonen. En ga ik de rest van de week in Zoetermeer wonen. En gaat Poesie dan naar Zoetermeer. Omdat we dan meer daar zullen zijn. En we willen trouwens het huis helemaal gaan aanpakken, behoorlijk wat dingetjes. En daar ga ik jullie ook helemaal in meenemen natuurlijk. Superleuk. En het is natuurlijk nu heel erg de vraag, wat ga ik met dit huis doen? Ga ik het verhuren? Nou, verhuren is tegenwoordig niet meer heel erg interessant. Ga ik het verkopen? De overwaarde is wel heel interessant op dit huis. En ik heb het natuurlijk ook heel mooi gemaakt. Dus het is, in deze wijk is dat echt binnen 5 dagen verkocht. Wanneer ga ik erheen? We hadden iets van, de decembermaanden en zo zijn toch wel heel gezellig. Maar ga ik dan inderdaad nog 3 dagen hier blijven wonen? Of ga ik daar al volledig wonen? Ik denk dat ik echt serieus al ga beginnen met verhuisdozen inpakken. Want ik heb alles meegenomen. Letterlijk alles wat ik bezit heb ik meegenomen. Want ik dacht echt, wij komen niet meer samen. We blijven vrienden, maar we komen niet meer samen.
Dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt totaal geen zin in een verhuizing. Het is natuurlijk zo kort geleden dat ik ben verhuisd. Maar ja, ik neig wel het meest naar huis verkopen. Want dan is het ook gewoon klaar, weet je wel. Maar ik heb ook mijn hele berging vol staan. En ik wil eigenlijk ook niet meer al die kleding moeten verkopen. Vind ik te veel werk. Tijd is ook geld. Eihallen, leuk. Maar ik had echt iets van, ja, misschien doe ik wel een oproepje op Insta gewoon. Of Marktplaats. Van, is er iemand met een tweedehands winkel? Of iemand die echt bijna als werk vindt het spullen verkoopt. Die gewoon die hele partij denk ik wil overnemen met mooie spullen. Het gaat denk ik echt wel om 10 verhuisdozen of zo. Maar ja, daar moet ik allemaal wel al over na gaan denken. En er is natuurlijk geen haast bij. Maar ja. Ik merk gewoon dat ik het ook heel leuk vind om daar te zijn. Dus die files zijn gewoon niet chill. Je moet zeg maar echt anderhalve rij in de ochtend. Of je moet heel vroeg gaan vertrekken. Maar ja, dan zit je dus heel veel werkuren te maken. En in de middag is er ook altijd file. Maar aan de andere kant, je kan wel lekker rustig wakker worden in de auto 's ochtends. Je kan na werk even acclimatiseren. Ik ben altijd heel moe na werk. Lekker podcastjes luisteren. Dus misschien is het wel niet zo erg. Ik weet het niet. Dus daar zijn we helemaal mee bezig in ons hoofd. We hebben echt waanzinnige plannen voor het huis. Voor het hele huis, maar dus ook voor de benedenverdieping. Die gaan we helemaal aanpakken. Dus stay tuned, het wordt echt geweldig. We hebben ook al een afspraak staan voor de plannen die we voor beneden hebben. Met in de bouwhof in Zoetermeer. Dat ga ik jullie allemaal nog vertellen. Maar goed, dat wilde ik jullie dus ook even updaten. Hallo, het is alweer 4 uur en ik heb net een roggebroodje met kaas op. Oh, heel lekker eigenlijk, oude kaas. En we hebben net weer een hele lange, nou veel mee, het begon om 2. Ja, sessie met het hele team en iedereen gehad. Echt super goed en interessant. En directie en hoger bestuur. En echt top. Heel veel gedaan met kinderen vandaag. Echt leuk. Het is echt al begonnen. En volgende week is dan de eerste week dat ik echt meteen vanaf het begin met mijn volledige rooster. Met alle kids. Dus ik heb ze nu eigenlijk allemaal ontmoet. Met sommigen al gewerkt. Of ouders weer ontmoet. Vandaag van kinderen waar ik mee gewerkt. En het is heel leuk en echt wel pittig. Want ieder kind heeft andere behoeftes. Dus nou, wel heel tof. Toffe baan. Ik heb weer een culinair hoogstandje vanavond. Kikkererwten met olijfolie, zoutpeper en wat feta. Sorry, I don't speak that. Warm. 1 minuut. En wel voedzaam. Hallo. Oh, altijd ben ik een beetje moe op de dag dat ik dan niet meer hoef te werken. Dan stort ik een beetje in. Ik ben aan het werk. Ik heb een campagne gefilmd voor Journey. Mijn vlog is bijna klaar. Ik ben een beetje aan het inkakken. Ja, ik doe maar even oogdingen. Ik moet straks naar Utrecht met vriendinnen eten. Ik heb geen zin. Ik wil altijd echt zo graag 1 dag niks doen. Maar deze week is het gewoon even niet in mijn planning. Als ik er ben, vind ik het natuurlijk superleuk. Maar nu denk ik echt, oh. Het is wel heel mooi weer. Maar ik heb echt zin om gewoon de hele dag lekker niks te doen. Maar ik ben al de hele ochtend aan het werk hoor. En ik doe even oogpads. En altijd als we in Utrecht afspreken, zegt 1 keer per jaar, denk ik, ik ga eerder, want ik kan nog even naar de winkels kijken. Maar uiteindelijk is het nooit zo, want over 3 uur hebben we al in het restaurant afgesproken. Dus een kijk hoe ik erbij zit. Ik ben nog niet klaar met mijn vlog. En ik moet nog wachten op de goedkeuring voor de vlog, want ik was heel laat met het opsturen. Dus mocht dat niet goed zijn, dan weet ik sowieso niet hoe ik het moet doen, want het moet morgenochtend online. Dus, nou, dat is een beetje mijn donderdag. Morgen zou ik naar Rebecca gaan, waar ze stuurde dat ze ziek is en misschien gaat afzeggen. En ik moet ook gewoon even wat eten. Ik heb helemaal geen boodschap in huis. Als ik die 3 dagen werken heb, dan zit ik helemaal in mijn werk. En dan nu denk ik ook, oh, ik wil mijn huis schoonmaken. Ik moet boodschappen doen. Het is weer een heel andere wereld of zo. Gek is dat. Je zit toch gewoon helemaal in je werk. Daarom 5 dagen werken lijkt me echt weer zo heftig. Kom je gewoon niet toe aan de rest. Alleen maar als je kinderen hebt, joh. Respect, mensen. Respect! Het is heel mooi weer, dus ik moet even kijken wat ik straks aandoe. We gaan wel heel lekker eten bij een restaurantje waar we al een keer eerder zijn geweest. Ik weet even niet. Carmel Market of Camel Market. Naast de hele bekende zaak. Hoe heet die? Weet ik niet. In Utrecht. Die, ja, een van de bekendste is Ruby Rose, maar die ander. Doei. Eruit alsof ik 3 jaar niet heb geslapen. Ik heb me echt super snel klaargemaakt, maar ik moet nu snel gaan, want dan heb ik een eerdere trein dan ik wilde. Dus doei! Opmaken in de trein.
ben in Utrecht, maar het is echt super ver lopen. Dus ik heb uiteindelijk 20 minuten om nog een winkel in te gaan of zo. Maar alles wat ik zie denk ik, nou, niet echt zin. En ik word steeds aangesproken door mensen voor stichtingen. Heb ik altijd hoeveel doneren. Maar ik doneer al heel veel, dus heel even niet. Nog 8 minuten lopen en dan ben ik er. Ik ben in de TKMX. Maar voor iemand die zich in de trein heeft opgemaakt en thuis in een paar minuten heeft aangekleed... Zie ik er best wel fresh uit, toch? Nou ja, fresh, fresh. Wel moe, maar... Deze tas verpest echt uit. Ja, ik voel me wel oké. Ik ga even kijken of ik nog iets leuks zie voor mijn vriendin. Had ik verteld dat het zelf geval is? Ben je ook best wel chagrijnig? Ik was zo mooi op tijd. Ik was er al bijna en Shanna is dus verdwaald. Dus ik zit nu echt al 20 minuten op haar te wachten en haar te zoeken. Zeg je me niet, nee, ga alvast naar dat dingetje. Ik zo, nee, want Shanna kan niet vinden. Nu is hij er al, nu ben ik te laat. Maar goed, ik wacht op Shanna, maar Shanna... Die snapt de route niet. Dus nu ben ik chagri. En checken de spice ja. Kijk hoe lekker. Sean heeft een mojito pornsterachtige en wij hebben een soort gember kaneel. Alsjeblieft. Mijn is ook heel zoet, maar ik vind het niet erg. Want ik heb het nodig. Ik wil niet dat het zoet is. Nee, maar misschien heb je onder alles siroop. Je moet van boven. Mmm. Oh, dat vind ik heel vies, ik lust dit niet. Zullen we er water bij doen? Ja, dat is niet normaal. Ik heb dit echt nodig nu, zo. De smaak, de smaak is wel lekker. Ja, maar het speelt met een ook. Het is een soort havermout met appel en kaneel, maar dan met suiker erin. Sorry, maar zo kan je niet van een bedden. Zullen we anders prikwater bestellen voor erbij? Allemaal ijs. Ja. Nee, het is niet overdreven, zeg maar. Oké, we hebben burrata met, ook weer. De enige die het weet, wil niet gewoon met je stem erop. Jawel, okay. Aubergine. Ja, het ziet er echt. Ik zit echt te kijken, waar is de aubergine? Dit is erg. Nu lijken we echt zeikers. Oh, dan kijk, dit paars is aubergine. Tomaat. Wat is dit? Dankjewel. Super, dank je. Hier hebben we vijgen en bieten salade. Dat ziet er wel echt heel lekker uit. Met pekanoten. Ik ga lopen. Ik had eigenlijk... Dat kan, hè? Dat kan. Daar ja, waar ik ben je niet bang? Mag ik één woordje met water doen? Ik ging ineens Engels praten. Sorry wel. Wat? Ja. Ik vind het ook wel hoor. Dank je. Is die Dubai chocolate is ook met pistache, toch? Ja, het is geen pistache. Dat moet gewoon komen. Oh, komt ze niet al? Ze zijn er al bijna. We zitten in de trein naar huis, gezellig. Het is echt lang geleden dat Sean en ik zijn in de trein. Misschien. Ik dacht ik moet iets filmen, maar ik mag letterlijk niks in mijn verder. Oh nee, wat zegt ze? Oh, het is alweer 10 uur. Het was zo'n gezellige avond. Echt leuk om mijn vriendinnen weer te zien. En nu moet ik nog eventjes iets aanpassen voor de campagne. Ik hoef niet iets te filmen, maar ik moet nog wat in beeld zetten. En dan moet de vlog dus nog even helemaal een uur opnieuw uploaden. En ik moet nog een thumbnail maken. Dus nog heel even bezig. Maar wat een leuke avond. En wat leuk ook om weer een beetje eruit te zijn. Want ik hou heel erg van thuis afspreken. Lekker met de auto. Maar het was ook wel... Je ziet ook aan me dat je dan toch alweer een beetje een soort... Anders eruit ziet ook. Gewoon lekker energie. Gewoon lekker echt buiten de deur in Utrecht met de trein. En sowieso gewoon heel leuk om mijn vriendinnen weer te zien. We waren dus bij Carmel Market in Utrecht. Ik vond het echt niet heel goed eten, maar wel gewoon heel gezellig en mooi. En heel leuk. Wat zit mijn haar mooi. Wauw. Echt gorgeous. Niet geborsteld en een beetje bruin. Mooi zeg. Heel mooi. I love it. En Rebecca was een beetje ziek, dus ze zei dat ze misschien ging afzeggen. Dus ik was er al van uitgegaan. Maar ze stuurde me net dat ze gewoon kan morgen. Dus morgen ga ik naar Rebecca. En ik heb een heel drukke week, maar heel leuk. En ik ga nu snel werken. Doei. Hallo, ik ga naar Rebecca en ik heb haast. Doei. Ik ben er bijna. Ik had bij de TK Maxx zo'n leuke mok gezien van Halloween. Dus ik dacht meteen aan Rebecca. Dus die heb ik voor Rebecca gekocht. Er zijn spookjes op, zien jullie dat? Zo schattig. Dus die heb ik voor haar meegenomen. Oh, ik moest daar naar links. Vloggen. Als ik hier het beeld zag, dacht ik, oh, valt wel mee 4K. Maar als je hem op beeld op je laptop ziet, love it. Want ik wil deze sowieso vervangen, want ik vind deze niet zo fijn.
Deze vind ik net niet goed. Nee, alleen ik moest in het begin wel wennen dat het schermpje nu hier zit. Oh, lekker een aardbeeld. Want je ziet nu dat ik zeg maar naar onder kijk. In plaats van... Ja, maar hallo, dit naar mij. Je... Want als je al 9 jaar elke dag vlogt, dan moet je dan... Ja, ik wil dit ook. Ja. Hij is chill, hè? In echt, ik vind het zo leuk. Oh, wat geweldig. Alleen ik zie wel nu dus mijn koorts slippen. Maar ook voor mensen die een beetje spastisch zijn met de camera en niet erg vinden om erin te gaan, maar gewoon dit niet fijn vinden. Dan is ja, het... want ik was laatst op een festival en ik had eigenlijk geen moeite om te vloggen. Want ja. Het voelt heel... Ik schaam me heel snel. Ja, ik film buiten de deur heel weinig. Ik ook. Net op de fiets had ik ook even dit ook kunnen heel... doen. Had ik even daarmee kunnen filmen. Ja, en ook, hij houdt alles stabiel. Dus op de ja, fiets heel heb je stabiel. We waren dus net helemaal leuk fietsen, maar ik heb echt niks gefilmd. Oh, wat leuk. Maar ik vind dit wel heftig. Maar hi. Ja. Ik heb geen content. Oh, mensen vinden het heel vervelend als ik dat zeg. Kijk, nu zitten er kinderen achter jou, dus die kunnen ook niet. Shit. Ja, als ik zeg ik heb geen content, dat vinden ze niet leuk. Ja, en ik haat het zelf als mensen vloggen. Ik ga nu daarheen. Ja. Ik was daar. Ik was daar, dat is echt maar ik heb het zelf ook wel eens. Als ik naar vriendinnen ga die niet vloggen, dan, ja, daar kan ik dan wil ik gewoon genieten van het ja, moment. Ja, dat heb ik ook. Maar ja. Backcheck even of het wel goed gaat met de kinderen. We zitten gewoon lekker te kletsen. Ze vinden het wel leuk. Ja, cute. Oh, fancy met zo'n plant. Oh, ik weet leuke content. Wil je de pumpkin spice? Wel, best ingezoomd, ja. Oh, ik was helemaal ingezoomd. Ja, kom, we gaan een pumpkin spice. Weet je wat? Hey, jongens, wij zitten ook gewoon te kletsen over dingen. Ja. Oh, mijn waspak is wel heel vol. Dat mag je niet zien. Eh? Mag wel hoor. Ik denk al. Ik vlog het eerlijke leven, hè. Ja, maar ook pumpkin spice goed. Ja, ik ook. Daarom, dat is het lekker aan vloggen. Ja, ook gewoon dit. Ja, maar een foto zou ik niet plaatsen. Maar nee, wel niet op Insta. En dat vind ik fijn, want voorheen, vroeger, toen ik net begon met vloggen, vond ik dit heel erg. Ja, en toen dacht ik maar, stel nou, ik heb een keer zo een dag en mensen kennen mij door mijn vlogs alleen maar opgemaakt. Ja. En ik ga een keer naar de winkel en iemand ziet me in het echt en die denkt, dan heb ik liever dat je me ook zo kent. Ja, plus het is niet leuk om te kijken naar hele winkel. Alleen maar perfect. Nee. Dat is niet zo. Hey. Je mami is er. We gaan pumpkin spice proeven. Speciaal voor jullie. Omdat, kijk, het is ook wel leuk als je gewoon naar de werk gaat dat je een keer niet hoeft te vloggen. Maar we waren gewoon echt alleen maar aan het kletsen. Maar ik denk, we moeten even wat filmen. We gaan deze proeven. Nee, er hoeft dan ook geen melk of zo bij. Maar wat chill dat je het gewoon aan de deur niet helemaal binnen en zo. Ik ben gewoon dat je helemaal binnen. Oh, wil je nog even? Wil je nog even wat Nee, ik drink meer omdat zij. Hier, ik wel. Ik ben nog niet. Ziet er heel lekker uit. Nee, lekker. Ja, maar nu komt de koffie. Kijk. Ja, die zag ik bij Joey Jack. En toen dacht ik, die moet ik kopen. Is het lekker? Ja, heel veel mensen hebben er commentaar op. En ik vind het echt... Is het open, al die anderen gaan kopen. Ja, want ik had eerst die gecombineerd met die, maar dat is sowieso echt te... Ja. Maar ik hou eigenlijk niet van koffie. Nee, ja, ik vind het echt. Ik vind het gewoon leuk om te halen. Ik heb ook nog die pumpkin spice. Wat? Oh, doe die maar niet meer. Dat gaat echt snel dan. Hoe kan dat? Ja, ik heb hem eergisteren overgemaakt. Nou, dat kan niet. Doen. Maar ruik. Nee, dat ga ik niet meer doen. Het is een hele natuurlijke, kijk, maar 5 ingrediënten. Dat is niet goed. Hij staat ook een beetje bol. Alleen maar water, oot. Hoe lang is het? Ja, maar dit is wel heel snel. Ja, 3-4 dagen maar. Dit is geen chill meer. En dat hoef ik niet. Winactie. Ja. Rebecca is van de winactie. Nee, maar dan ga ik die niet openmaken nu. Nee, dat is zonde. Maar ik ga ook niet ruiken. Is dat een soort spinnenweb, een soort Halloween vibe? Ja. Hoe kan dat zo snel? Ja, want het is heel erg ingrediënt. Ja, maar ik heb ook wel eens die barista oat. Ja, maar die heeft wel veel meer. Die heeft xanthaan, gom en... Oh, sorry daarom. Ja, dat vind ik echt heel vies. Ja, nog nooit meegemaakt. Maar dan krijg je toch in mijn uppie nooit zo'n pak op. Nee, dat is zonde. Ik drink er wel op als jij niet meer moet. Want anders... Tasting. Hij ruikt wel echt heel... Ja, hij is wel bloedheet hoor. Oké. Leuk glas trouwens. Ja, past er helemaal bij. Het is een pumpkin. Mmm, heuva. Ja, dat zeg ik. Ik kom het zo net thuis. Ja. Zoet hè? Nee. Ja, misschien omdat ik hem nu anders heb gemaakt. Oh, jij bent natuurlijk ziek. Ja, ik dacht als jij niet opdrinkt, dan neem ik je in huis. Kijk, dit is helemaal lekker. Deze moet je helemaal tot hier doen. Dus ik heb nu 2 strepen minder.
En dan heb ik die twee strepen meer. Dit vind je denk ik wel lekker, maar het smaakt niet echt naar pannenkoeken. Nee, maar dat vind ik ook niet van die. Wel heet. Ja, ik, toevallig in mijn vroeg heb ik ook die toon verbrand. Die zei het, maar ik dacht, ik kan goed tegen heet. Ja, maar hij is heet op een andere manier. Ja, hij is echt heet heet. Mm. Hoef je niet te proeven als hij afgekoeld is? Nee. Ik zou eigenlijk een uurtje langskomen en nu blijf ik eten. Maar het is te gezellig. Ik zou naar Batavia-stad gaan. Ja, maar ik wist al, ik ken mezelf zo goed. Ja, maar ik dacht als je echt ziek bent, ja, dan ga ik gewoon. Ja, maar tegelijkertijd mijn leven ging anders ook gewoon door. Ja. Dus of je er nou bij bent. Kijk nou, hoe schattig. Dan vind ik het leuker dat je er bent. Ja, nu is het wel een beetje dat inloopvibe. Ja, dit vind ik wel lekker. Ik hou hier ook wel van. Ja, we zitten gewoon in de speeltuin en Mitta. Mitta, oh, dat was echt zijn vroegere naam. Hij heeft dit voor ons gemaakt. Wat is dit allemaal? Beenham met mosterdsaus? Ja. Een ui en oh mijn god. Lekker. Oh. Ik ruik wel lekker. Oh, dat was heel gezellig. Het was dus echt de bedoeling dat ik heel kort zou blijven. Gewoon even elkaar zien. Gewoon even elkaar zien en dan Rebecca weer lekker chillen. Maar ze had ook iets van ja. Ik ben toch met de kids, dus ik ben toch niet alleen. Dus blijf maar lekker, want het is gezellig. Heel leuk. Het was echt heel leuk. En uiteindelijk ook nog Mitchell gezien en daar lekker gegeten. Wat ik ook echt heel fijn vind, want ja, als je alleen woont heb je echt geen zin om steeds eten te maken in de avond. Hij had heerlijke broodjes gemaakt. Echt heel gezellig. Uiteindelijk ben ik daar heel lang gebleven. Eigenlijk was ik al best wel moe en wilde ik vroeg naar huis en ik wilde nog even naar Batavia stad, maar ja, ik ben best wel dan, ik plan nooit iets eigenlijk. Eigenlijk plan ik nooit wat als ik naar vrienden ga. Ik heb vaak dat ik dan naar vrienden ga en dat zij dan nog een afspraak hebben en ik doe dat het liefst nooit, omdat ik er dus van hou dat de avond zo kan lopen zoals je wil. Dus ik had wel bedacht wat ik daarna zou gaan doen, maar ik had geen vaste planning, dus uiteindelijk ben ik nu, dat is ook vet chill, het is maar 35 minuten rijden joh. Het is helemaal niks. Gewoon rechtdoor scheuren. Wees Lelystad en je bent weer thuis. Hier, 7:50. Leuk met de boys weer. Het voelt alsof ik zo best wel lang ken. Dat ik ze pas één keer had ontmoet. En nu ga ik op de bank liggen met Poesie. Lekker weekend. Vlog is klaar. Dag zit erop. Lekker chillen. Helemaal zin in. En wel een heel druk weekend. Sociaal gezien ook, maar... leuk. Ja, Rebecca en ik kunnen het gewoon echt heel goed met elkaar vinden. Dus dat is wel echt weer echt ouderwets gezellig en fijn. En gewoon heel veel gekletst. Heel leuk. Ik zie jullie morgen. Good morning. Het is een beetje mijn routine dat de zaterdag dat H komt. Dus om de zaterdag dat ik dan even extra ga schoonmaken en zo. En denk, oh my god. Het is gewoon alweer 2 weken geleden dat ik dat echt heb gedaan eigenlijk. De tijd gaat zo snel. Ik doe ook zoveel dingen. Want ik had dus letterlijk een was in de droger zitten. Van vorige week, van zaterdag 2 weken terug. Ik heb gewoon geen wasjes gedraaid. Ja, ik heb mijn bedden goed gewassen trouwens. Dat ik gewoon bij die was gedaan. Nou, of in ieder geval van een week. Maar dat, en ik heb een nieuwe was erin gedaan gisteren en in het droger. Dus ik moet allemaal kleren gaan opruimen en was en dingen. Het vuilnis zat er echt al volgens mij sinds maandag in. Want ik ben gewoon, ik heb niet veel gekookt. De vaat heb ik ook echt maar 1 keer gedraaid deze week. Het is echt voorbij gevlogen. Zondag heb ik voor het laatst gekookt. Dus ik ben even met alles bezig. En ik heb een camera besteld die komt. En daar wacht ik op. En dan ga ik sporten en dan gaan we naar de verjaardag van mijn vader en mijn broertje. En dat is mijn dag. Oh my god, kwartier later. Kijk, dit is het dus. Dit gaat mijn leven. En dus mijn vlogleven, maar dus meteen mijn leven. Want ik vlog elke dag al 9 jaar lang. Met uitzondering van een paar dagen met 35 dat ik geen zin had ofzo. Of geen tijd. Dit gaat mijn leven echt verbeteren. Maar ik moet nu echt, eigenlijk niet nu hier naar gaan kijken. Ik denk dat ik het gewoon meeneem naar de verjaardag van mijn broertje en mijn vader. Want die vinden het ook wel leuk. Want anders ga ik te laat komen. Moet nog sporten, douchen, dat soort dingen. Oké. Bizar hè? Het is gewoon herfst. En is het al herfst? Ja toch? Kort broekje nog steeds. We gaan weer sporten. Ik merk meteen dat ik van deze week nog niet geweest ben. Je voelt alles meteen, alles voelt meteen wat slapper. Je ziet het ook aan mijn been. In ieder geval, ik zie dat zelf. En... hoe heet het? Je voelt het ook aan je hele lichaam en je spieren. Gewoon, ik wil echt weer trainen. Je voelt gewoon dat je slapper wordt en dan krijg je weer sneller rugpijn en alles. Dus ik vind dit shirt helemaal niet leuk meer. Ik vond hem heel leuk, maar ik vind het nu echt lomp. Maar voor sporten is het wel ideaal. Daar ben ik weer. H gaat rechtstreeks naar de verjaardag. Ik zei, dan loop ik wel.
En oeh, dan rij je vanavond wel even terug. Ook al is het heel dichtbij. Ik heb heel goed gesport. Helemaal kapot. Ik ga wel weer even douchen. En ik ga toch even mijn gordijnen dichten, want het wordt... Ik heb de vorming dus al een keer aangehad. Eén dag. Nu natuurlijk niet meer, maar het wordt echt heet. Hallo mevrouw. Er ligt weer een mevrouw op de tafel. Ze is zo lief. Oeh, mijn spieren zijn helemaal verzuurd. Oké. Okay. Oh, een dikke poepvlieg. Ah. Voor het eerst een poepvlieg in mijn huis. Dat vind ik dan minder chill. Die ga ik ook niet doodslaan, want daar komt echt sap uit. Ga maar naar buiten gewoon. Poepvlieg, ga maar naar buiten. Hier is gewoon de uitgang. Daar kan je gewoon heen. Doe maar. De poepvlieg vind ik echt vies. Oké, okay, dus hier nu pas dat die andere vliegen dus geen poepvliegen waren. Dat heet van die kleine vliegjes. Oh, ik moet echt douchen. Even snel, want over een uur moet ik er zijn. En ik heb het heel heet. En ik had trouwens wel mijn camera al bekeken. Wie dacht dat al? Dat ik het niet kon laten. Het is echt een bizar ding. Ik kan het wel even heel snel laten zien. Dit is dan je hoesje. Dit is toch gestoord. Die robot gaat je gewoon aankijken. Zien jullie dit? Dit is gewoon alsof je in 2050 leeft. Dit is toch niet normaal? Rebecca zei je moet hem op H... Ik zeg, hoe zet je hem op 4K? Want hij staat nu op HD en dat wil ik niet. Oh ja. Ja. Alright, let's go. Ik ben echt heel goed geworden in me snel klaarmaken. Ik heb wel gewoon hetzelfde jurkje aan als gisteren. Dat ik lekker gewassen en nu weer aan. Want het is heel heet en dit is gewoon een heel chill jurkje. Het zit gewoon zo fijn. En ja, mijn haar zit nog steeds goed. Is ook chill. Lekker makkelijk. Make-upie. Ready. Cadeautje. Eigen spullen. Camera mee, want die wil ik testen. Dan ga ik op de fiets en dan komt H daarheen met de auto. Gin tonic, lekker. De eerste snackjes staan al op tafel hoor. En ik had dus heel veel zin in sinaasappelsap, dus dit heeft H nog net gehaald. Echt te cute. En hier heb ik trouwens nog de cadeautjes. Ik heb voor mijn vader een tegoedbon van bij Ash Pita Bar. Dat is dat restaurant van Raquel, waar ik toen mee had gefilmd. En daar wil ik eigenlijk heel graag met hem eten. Nu gaat net iemand herrie maken. En nog wat van rituals erbij. Hij wilde geen cadeau, maar ik geef altijd een cadeau. Volgens mij ben ik nog nooit ergens zonder. En Olivier wilde graag dit. Dan heb ik ook nog wat rituals bij gedaan. Dit is dus de vijg die bij mij in Haan de tuin stond. En die we dus bij mijn ouders in de tuin hadden gezet. Kijk hoe mooi. Ik heb nog nooit zo'n goede vijg gezien. Ja, met kaas gaan eten straks, maar... Ja. Ik ben even die vijg van de vijgenboom aan het doen. Dat zijn wij nu als ritueeltje. Even belangrijker. Lekker, dat zie ik niet. Dat is een mooi ding. Nu kan ik hem dan klikken op wissel en dan gaat hij daar filmen. En nu weer naar mij. Ja, sorry, maar dit is gewoon alsof ik een vriend heb. Gewoon Robby. Een robot. Hey. Memphis, Dennis. Heet jij ook de achterkant? Teddy. Allemaal tomaatjes. Lekker. Oh, mooi zeg. Oh ja. Eet je wat de catering bedrijf weer. Een soort curry met, ik weet niet wat het allemaal is, maar het ziet er waanzinnig uit. Lekker. Van dat eiland. Belgisch trappistenbier. Met een Chinees kanje. Dat is dit, schat, voor lekkers. Tandpasta. Rituals. Volgens mij nightball, maar dat heb ik gewoon als extraatje voor jullie erbij gedaan. Jullie? Nightball? Ja, Odie en papa wat er extra rituals gegeven. Is het voor je handen? Of voor je handen? Heeft Odie ook een nightball? Odie heeft iets van sport. Shower gel. Wat is rituals. Het? Wat is het, schat? Volgens mij nightball voor de hands en die ander is een mini. Maar het, gaat om die, maar het gaat om dat andere, dat was je cadeau. Oh, lekker die gongen. Moet je op je handen doen? Ja, die niet meer bestaat, toch? Ja, moet je s'nachts op je handen doen. Nee, hebben ze nu een opvolger van die lekker, andere. Lekker, dat intrekt. Wat gebeurt er dan? Dan worden ze nog zachter. Ik weet niet, dit heb ik gewoon extra, dit had ik. Wat gebeurt er dan? Wat staat erop? Die mag je censureren. Hij zegt, oh, maar weet helemaal niet wat het is. Gelamineerd, wat staat erop? Heel heeft gelamineerd. Hij was heel lang bezig en hij heeft ook geknipt. Van die, ja, oh, ik wist net dat je het zou snappen. Oh, wat leuk, schat. Wat dan? Ga je samen uit eten? Ja, leuk toch? Dan kan ik naar de sauna. Oh, wat leuk, joh. Ga je samen met Lotte eten? Waar? Ben je jaloers, mama Mia? Dankjewel, schat. Oh, papa, ja. Kijk hoe gelukkig die is. Ja, dat vind ik leuk. Weet ik. Oh, net als vroeger. Mooi. Had ik en ook maar zien. Er, een jaar, er zijn er twee jaren. Hoera, hoera. Dat kunnen we zien. En daarom
zingen wij blij, 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 blij. Dansen ook. En wanneer ben jij jarig? Wanneer ben jij? Ja hoor. Wanneer ben jij jarig? Maandag. Maandag. Hoe oud ben je dan? Ik ben heel benieuwd of die lekker is. Hij is wel lekker. Dit is voor olie. Mm. Zoveel beter dan ik vorige week. Oh, dat is voor mij. Want Robin, ik wil jou je eigen naam geven. Mm. Dat was zo gezellig en zo lekker allemaal. En echt beter dat H later was, waardoor hij met de auto is. Nou, dat hij met de auto is, daar gaat het niet om. Maar dat ik met de fiets was. Want morgen gaan we dus naar Utrecht. Met zijn neven en aangetrouwde iets. Ik weet niet hoe je dat noemt. Met Klin. En hé, daar fietst H. En als je dus in Utrecht bent, dan is het voor haar echt super onhandig om weer terug te gaan naar Weesp en dan weer naar Zoetermeer. Dus we gaan met de auto. Dat is dan wel even duur parkeren, maar we gaan toch alleen maar lunchen. Dan zetten we dus nu mijn fiets op het station. Dus haar fiets daar nu heen. Dus dat is super handig, want mijn ouders wonen heel dicht bij het station. Dus dat kunnen we nu meteen doen. Dan rijden we straks naar huis. Morgenochtend rijden we dan naar Utrecht. En dan na het lunchen gaat hij dus met de auto naar Zoetermeer. En ik met de trein naar Weesp. En dan staat mijn fiets hier en dan is alles perfect. Want hoe zonde als hij helemaal naar Weesp moet met de trein en dan nog een uur naar Zoetermeer. Terwijl Utrecht best wel chill met de trein is. Hé, daar is H. Dus perfecto. Het was echt een hele leuke, gezellige verjaardag. En ook heel lekker. Hey, sexy! Ha, het fietsje. Weet je hoe lekker het is om nu te fietsen trouwens? Heerlijk. Boodschap ik had laten bezorgen bij mijn broertje, echt ideaal. Ik heb nu ook wasmiddel bij Picnic geprobeerd. Gebruik zeker dus mijn kortingscode in de beschrijving als je ook korting wil. Geen samenwerking. Ik heb broodjes, eieren, sla, bananen, granaatappel, mango, salade, limoen, appels, pesto. Lekker eten mee van mijn vader. Sinaasappelsap wat hagel. Vegan filet mozzarella hummus van mijn vader. Framboos, avocado, meloen. Tomaat. Ik heb echt veel boodschappen. Yummy. En kijk wat ik nog mee heb. Oh my god. Oh, zo lekker. Wilde je wel weten? Looking for the summer. Hola, wij zijn inmiddels in Utrecht. Heb je je nieuwe gadgets niet mee? Kijk even deze kaart, jongens. Dit is geweldig. Het is allemaal. Maar we waren dus 2 weken geleden bij Koen en Hennie mozzarella. Geweest. Cashewnoten. Kraamvisit. Celery ham of zo? Zo even de stad in. Erwtenpesto. Echt? Ja, wat leuk. Kijk nou hoe lekker. De stad in. Ja. Zesde weer. Want zo leuk. Mela, Lina. Waar heb je nou weer grapefruit peersap? Ik heb dat echt nooit. Waar gebeurt dat nog? Grapefruit peer. Het is wel lekker refreshing. Ik heb dus die dingen met truffel. Wat heb jij ook weer? Ik heb geen idee. Dit is Mexicaans. Oh, je hebt de enchilada. Ja. Oh ja. Dit is een kapsalon. Het is allemaal vegan. Wij lopen nu in Utrecht. Gaan we hier omhoog? Zeker? Ja, ik heb nog wat. Waar ga jij? Ik ga trappen. Ik wil bang dat ik naar beneden. Ik heb jullie nog helemaal niet gefilmd. Ja, ik heb mezelf gefilmd, zo toch? Je was toch weer wat excuses. Oh, maakt niet uit, dankjewel. Was, dat is toch te cool. Net na het bonkopfeestje een weekendje met de. Hier kan je gewoon stiekem filmen, niemand heeft het er. Ja, wat leuk is dat je op die koppelvlekken waar je anders nooit komt. Thuis, 6:15. Ik heb niet zoveel gevlogd, maar wat was dit een drukke week. Ik ben kapot. Zij bleven nog iets langer. Ik heb haar zo kort gezien. Ik had echt geen zin om hem achter te laten. Maar hij ging dus met de auto. Het was heel chill gewoon. Het was gratis parkeren op zondag. Had echt mazzel. Maar we waren uiteindelijk helemaal in het centrum. Dus helemaal terug nu naar zijn auto. Ze waren nog even wat langer gebleven. Ik zei, ik ga lekker. Ik heb niet gewinkeld. Ik ben gewoon rechtstreeks naar de trein gelopen. Ik was echt moe van deze week. Drukke week. Leuk, maar druk. Dus ik ga even douchen, want ik ben helemaal bezweet. Sieraden uit. En we hebben een patatje gegeten daar om 4:30. Nou, want ik heb pis een klein patatje dat vult. Dus ik hoef eigenlijk niet echt meer wat te eten. Misschien straks nog even een puntpaprika of zo. En we waren dus bij Gijs, G Griekse IS, aan de Amsterdamse Straatweg. Je hebt het volgens mij ook bij de Voorweg. Je kon op zondag dus gratis parkeren. Super chill. En
De anderen kwamen dus uit Rotterdam. En Veghel, dus Utrecht is gewoon lekker centraal. Ze hadden een kapsalon, die viel een beetje tegen, maar die van mij... Iets met truffle heette het. Het smaakte niet echt naar truffle, maar het was met gefrituurde oesterzwammen. Heel lekker. Ik heb echt van elke hapje genoten. Het was heerlijk. En ook echt lieve mensen, dat als je fooi geeft, dat ze echt zeggen... Oh, dankjewel. Weet je wel? Heel leuk. We hebben nog in Utrecht op terrasjes gezeten. En het was heel gezellig. En nu ga ik douchen met geokleren aan en dan helemaal in elkaar storten. Want dat heb ik deze week 0 keer gedaan. Daar heb ik heel veel zin in. En morgen moet ik weer in groep 3 invallen. Zelfs als afgelopen maandag. Dus ik ga op tijd naar bed. Maar wat een leuke week was dit. Heerlijk. Hi jongens, ik ga de vlog afsluiten. Ik heb nog even lekker maaltijdsalade gegeten. Een beetje beelden aan het importeren. Ik ga zo naar bed. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. En dat iedereen die vorige week heeft gereageerd nu weer reageert. Want het waren er weer veel reacties eindelijk. Superleuk en lief. Heel leuk en fijn. En ik zie je volgende week weer. Doei.